Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb vandaag, vannacht, nachtdienst gehad met Jordi. Die is een paar keer wakker geweest en geknuffeld en gedaan. En een fles gegeven. Dus, dat. Het had niks met zijn hoofd te maken, dat gewoon met Jordi zelf te maken. Soms heb je wel eens die dagen. Zijn blauwe plek op zijn hoofd valt wel mee. Je ziet hem niet zo goed zitten. Hij heeft hem hier zo, heeft hij hem. Mag er alleen niet aankomen. Ik moet straks heel eventjes naar het consultatiebureau voor een verwijzing te vragen om voor Jordi om naar het medisch kinderdagverblijf te kunnen. En ja, voor de rest hebben we geen afspraken. Heb je hem op? Even goed doen zo. Hoppakee. Is hij klaar? Mama hebben. Geef hier. Geef nou hier. Geef hier, kleine rat. Dank. Dus ja. Hé, jongen. Liam zit even in zijn loopstoel. Even zijn eigen flesje te laten zakken. Dan kan hij daar lekker in de box. En ja. Laat de woensdag maar weer beginnen. Hè? De kindjes liggen heerlijk te slapen. Wij zijn naar het consultatiebureau geweest. En Jordi krijgt de verwijzing voor een medisch kinderdagverblijf. En ja, dus dat heb ik geregeld. Was allemaal geen probleem, gelukkig. En nu ga ik ook heel eventjes liggen. En heel eventjes tv kijken. Is niemand wakker? Ik moet hem een beetje tegenhouden voordat hij daar van de bank overrolt. Hé, jongen, waar is je tutje? Hij heeft hele leuke schoentjes aan. Die had Jordi ook nog van zijn opa en oma gekregen. Yeah. En die past onze Liam nou. Wat ben je toch een lekker stukje? Lekker lachen, Bekkie, hè? Ja, dat ben jij. Oké. Nou, wij gaan nog even verder kroelen. Dadelijk een flesje. En je broer zal zo ook wel weer wakker worden. Dus dat, hè? Ja. Volgens mij is Liam wakker. Ik hoor niks. Nee, omdat hij nou even uitstaat. Oh. Maar, wat hebben we vanavond gedaan? Niet veel. Liam is wakker. Met Jordi gestoeid? Ja, Jordi die hebben we even moeten toucheren met het speciale attribuut. En het werkt perfect. Ja, het werkt eigenlijk supergoed, ja. Hij heeft gelijk zijn eigen helemaal leeggepoept. Toch? Weliswaar met geschreeuw, maar het is wel gelukt. Nou, heb ik hem lekker even laten spelen in zijn box. En dan was hij lekker rustig. Ja, en hij slaapt nou. Mm-hmm. Volgens mij is hij een andere nou wakker. Ja. En die blijft mooi in zijn bed liggen. Ja, even een tutje daar in zijn mond stoppen. Maar ja, daarna zijn we weer even gaan poetsen.
Heeft Niels mij even geholpen. En nu is het ook tijd voor ons om naar bed toe te gaan. Ik hoop niet dat we nachtdienst hebben vandaag, vannacht. Dat heb ik wel afgelopen nacht gehad. Niks van gemerkt? Nee, ik heb jou laten slapen. Maar ja, we gaan even bij Liam kijken. En dan gaan we ook zo naar bed. Alvast wel trusten. Wel trusten. Een hele goede morgen. Jordi zit lekker in zijn box te spelen. En Liam, die is zijn eten aan het laten zakken. Ja. Het nadeel is van Liam, als ik hem nou neerleg, dan gaat hij spugen. Dus dan ja, heeft het geen nut om hem neer te leggen. En ik moet toch altijd al wat dingetjes doen, dus ja, dan maar zo. Officieel zouden we vandaag fysiotherapie hebben. Ik heb ze een berichtje gestuurd gisteren al dat het beter ging met Jordi wat snotter betreft. Dat het eigenlijk naar mijn idee echt van de antibiotica afkwam. Maar ja, ik heb nu nog niks gehoord. Ik denk dat ze naar mij toe komt hoor, maar ja, je weet maar nooit natuurlijk. Dus Mike had nog geen berichtje van haar terug gehad. Misschien dat ze nog een patiëntje heeft. Dus dat, daar ben ik even op aan het wachten. En anders dan slaan we gewoon vandaag over. En dan zien we het allemaal wel. We hebben net visio gehad. En Jordi is nu even aan het spelen. Liam die ligt te slapen. Joep houdt Jordi in de gaten. Anders vindt hij dingetjes maar niks. Even de speeltjes veilig stellen. Hey Jordi, kom je bij mama? Hij wilde geen broek aan. Met visio was hij aan het klooien en aan het doen. En heeft hij gepoept en alles. Dus ja. Hij wilde ook niet meedoen, maar gelukkig die visio die hij heeft, die zet door. Joef? Joef! Mama heeft Joef al weggehaald. Er is niks aan de hand. Natuurlijk moet je altijd uitkijken met honden en kinderen. En dat doe ik ook gewoon. Maar Jordi moet ook wennen aan Joef, dus dit is gelijk een oefening. Eigenlijk wil hij toch stiekem wel spelen met Joep, maar ook weer niet. Wat ga jij doen, Jordi? Ik ga nu even heel goed opletten. De kindjes die zijn naar bed toe gegaan. Liam is inmiddels alweer wakker. Jordi zal ik zo ongeveer wel wakker verwachten. En ik heb net ook een gesprek gehad met Stichting Mee. En ik moet zeggen, het was wel voor mij een positief gesprek. Dus ik heb wel het idee dat, dat ik wat aan hun heb ook. En gelukkig in ieder geval. Dus ja... ze weet ook wel wat puntjes bij mij te raken in ieder geval. Dus dat moet ik wel zeggen. Ze weet wel waar ze me kunnen helpen in ieder geval. Dus ja.
Maar goed, Liam is dus wakker. Die ligt nu lekker in de box te spelen. En dan ligt hij lekker. Ja, lekker spelen. Ja, En ik ga nog heel eventjes zitten totdat Jordi wakker wordt. Daarna moet Liam weer een fles. En Jordi moet ook weer zijn fles antibiotica's, als het goed is. Ja, die is helemaal voorbij vandaag. Dus die heeft hij ook niet meer nodig nu. Dus ja, dat scheelt weer natuurlijk. Maar goed, hij had vandaag dan wel goed gepoept weer. Dus ik ben benieuwd hoe hij daar wakker wordt. Dus ja, we gaan het zien. Hij had wel een beetje probleempjes met de slaap komen. Maar ja, dat hebben we allemaal wel eens natuurlijk. Er is iemand wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Jordi. Lekker gekkie van me. Heb je dat te vertellen, jongen? Oh, oké. Okay. Kom je eruit, dan gaan we meer drinken geven. En je luier doen. Kom je eruit? Staan! Kijk, je staat al! Kom je bij mama? 1, 2... Daar is het. Even je dekentje goed doen. Zo. Hey, ben jij er ook? Ja. Oké. Ik ben even op pad geweest voor de zaterdag. Ja. Alvast de bouwstempels halen. Ja. En van zaterdag gaan we klussen. Yes. Dan gaan we verbouwing beginnen. Mm-hmm. En zondag komt John. Williams. Ja. Ja, dan moet ik bellen. Help, mijn man is klusser. Ja. Ah ja. Ik ga deze ups en down editen. En bij deze ook nu afsluiten. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Welterusten. Slaap lekker.